Yo, welkom weer in een nieuwe video. En vandaag hebben wij een vraag van onze vriend Philippe. Dat kan niet anders dan Belf zijn. En Philippe wil weten hoe hij zijn rug vlak krijgt. Philippe, mijn vriend, ik ga dit regelen voor jou natuurlijk na de intro. Toen ik 8 jaar geleden begon met deadliften, stond ik weer met die deadlift, kreeg ik weer pijn aan mijn rug. Dan kreeg ik weer pijn aan mijn knieën, dan kreeg ik weer pijn aan mijn polsen. Noem maar op, allerlei rare en vreemde klachten. Dus ik sta echt te springen, Philippe, om deze vraag voor jou te beantwoorden. En deadliften met een bolle rug is zo verschrikkelijk onnodig. En het doet echt verschrikkelijk pijn aan mijn ogen als ik deze deadlift soorten zie. Ik moet wel toegeven, hij deadlift in de huiskamer. Als ik dat doe, dan krijg ik klappen van mijn vriendin, dat wil je niet weten. Maar even zonder gekheid. Philippe, ik ga ervan uit dat jij een conventional deadlift doet. Dus dat betekent een normale voetbreedte, normale handbreedte. Geen sumo of iets dergelijks. Want deze deadlift zie je het meest en daar gaan we deze video op baseren. Om zo'n deadlift uit dat filmpje te voorkomen, dan gaan we eerst eens even 2 dingen doen. Nummer 1 is, als je die op die manier uitvoert, halen we even 50 kilo van de bar af om opnieuw te beginnen. Nummer 2 is dat we, ga ik je 1 goede tip meegeven, dat is, doe je knieën naar buiten toe. Knieën stuur je naar buiten toe. Dan gebeuren er 3 dingen als je dat doet. Nummer 1 is dat de bar dichter bij je schenen komt. Nummer 2 is dat we betere activatie in de glutes, in de billen hebben. En nummer 3 is dat je ruimte creëert van de buik. Door die ene tip zal jouw complete rug vlakker worden en dat ga ik nu in een aantal stappen aan je laten zien. Mocht je een wat grotere omvang dan mij hebben, dan zie je dat ik hier met mijn knieën rechtdoor sta. En hier met mijn knieën naar buiten. Zoals je ziet scheelt het dus een heel stuk voor mensen met een iets grotere omvang. In een normale deadlift wijs je je knieën naar voren toe. Als je nu je knieën iets naar buiten toe duwt, dan zie je dat de bar dichter tegen je schenen aangetrokken kan worden. En dus de deadlift makkelijker wordt. Je zit nu vast achter je computer of met je mobiel in je hand. Ga nou eens rechtop staan. Laat je schoenen rechtdoor wijzen. En draai alleen je tenen naar buiten terwijl je schoenen op dezelfde plek blijven staan. Voel je wat er gebeurt in je billen? Juist, spanning en activatie in de billen. En dan kun je dus een spiergroep extra gebruiken en kun je dus meer gewicht tillen. Ik ga je nou ook nog een deadlift video van mij laten zien. Even een kleine side note voordat heel internet ineens weer ontploft. Dit was voor mij een zwaardere deadlift. Mijn PR staat ergens op 180, stond op 180. En ik wilde een tijdje geleden kijken of deze PR nog zou lukken. Dus ik heb hem niet goed opgewarmd en ik heb hem een soort van rip it gewoon wappakee van de vloer af. Waarom laat ik deze deadlift dan toch zien en doe ik niet even een goede voor? Ik wil je laten zien dat zelfs als ik een PR deadlift doe, dit was voor mij een gigantisch zware deadlift van 180 kilo. Als ik die van de vloer aftrek, dat betekent nog steeds niet dat ik mijn lichaam het moet laten gunnen om met een hele bolle rug dit op te tillen. Als jouw normale deadlift er net zo uitziet als mijn PR deadlift, dan zie je en dan weet je dat je te zwaar traint. Zodra er maar wat gebeurt in je rug, je schouderbladen, je heup, je rug die gaat buigen. Dat hoort niet te gebeuren tijdens een deadlift die je aan het trainen bent. Komt-ie. Toch zwaar. Zoals je ziet blijft mijn deadlift voor 80 à 90% gewoon nog goed en mijn rug blijft nog redelijk vlak. Dit is een normale, veilige manier van deadlift en die bolle rug die is echt helemaal nergens voor nodig. Zelfs niet tijdens een PR-poging. Wil je nou nog meer van zulke soort video's zien? Neem dan eens een kijkje op mijn kanaal. Daar kun je ook gelijk abonneren. Dit was Raymond Schultz, totalstreng.nl. Ignite your fire and grow stronger.